Ron Jans, het lijkt wel of er elk jaar meer mensen bij zo'n laatste training komen voor de IJsselderby. Ja, ik was alweer benieuwd, want als we tegen Go Ahead spelen, dan is het altijd niet een beetje drukker, maar veel drukker op de training. En dat was vandaag weer zo en ik moet zeggen, dat geeft toch wel sfeer aan zo'n training. Dus ik vond het prima. Je hebt het natuurlijk al vaker meegemaakt, maar dat doet je nog steeds wel wat? Nou, ik vind het gewoon mooi als het op een enthousiaste en positieve manier wordt gedaan. En dat doen ze elke keer, dus... Persoonlijk ben ik niet een vuurwerkfan. Dan ben ik altijd bang dat het niet op het kunstgas komt. Maar dat wordt absoluut gewaardeerd. En we weten wat ons te doen staat. Maar ik heb wel gezegd, de belangrijkste reden om morgen te winnen, dat is gewoon omdat je altijd wil winnen. Dat AZ heeft verloren, kunnen we weer een plekje kunnen we stijgen. Thuis doen we het geweldig. En dan komt het bij dat het eigenlijk... aartsvijand vind ik een verkeerd woord. Zo noem ik het in ieder geval niet. Maar het is wel, ik heb het al gezegd, hè, de rode lap. Dus we moeten er gewoon bovenop. Ja, maar het is wel een zaak voor jullie om het op het veld geen derby te laten worden? Nee, zeker wel. Je moet toch iets zien dat het publiek heeft invloed op hoe je voelt in het veld. En dat moet gewoon een wedstrijd met emoties zijn. Maar wel met de goede dingen. En wij moeten winnen door gewoon de bal snel te verplaatsen, door goed te voetballen. En dat is onze grootste kwaliteit en dat moet morgen ook zo zijn. Het vertrouwen bij de supporters is groot, want sinds 1989 thuis geen IJsselderby verloren. En het verschil op de ranglijst is volgens mij nog nooit zo groot geweest voor een IJsselderby. Nee, maar dan als ik trainer van Go Ahead zou zijn, zou ik zeggen, dan komt het moment steeds dichterbij dat het wel een keer gaat gebeuren. Dus statistieken zijn geen garantie om te winnen, maar het is wel, het geeft wel vertrouwen. Maar het meeste vertrouwen geeft gewoon, vorige week de wedstrijd tegen Heerenveen dan even niet. Maar hoe wij gewoon zeker thuis presteren en hoe we dit hele seizoen eigenlijk presteren, dat moet de basis zijn. Ja, jullie zullen wat beter aan de wedstrijd beginnen dan vorige week? Dat hoop ik toch wel, ja. Ja, dat ging snel mis, moet ik zeggen. Hoewel ik nog steeds het vermoeden heb dat wij ook gescoord hebben. Want die bal was hij nou wel of niet achter. Maar daar moeten we niet over zeuren. Want de Heerenveen heeft het dik verdiend gewonnen, zelfs met 4-0. Ja, Go Ahead Eagles speelde zo tegen Ajax ook in de openingsfase. Dat ze er vol op klapten. Dus het zal weer zo'n pittig begin worden waarschijnlijk. Dat denk ik ook. En dat maakt het ook natuurlijk gewoon boeiend. Want dan is het meteen van duel naar duel. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je niet alleen maar duels wint. Maar dat je ook iets goeds met de bal doet. En ik verwacht in de morgen inderdaad ploegen die elkaar flink op de huid zitten. Nog even wat personele zaken. Bejois was een vraagteken omdat hij gisteren ziek naar huis zou zijn gegaan. Maar die kan gewoon spelen. Of Warner Haan inderdaad. Ja, maar je corrigeert jezelf, dan hoef ik het niet meer te doen. Warner die belde me gisteravond al van trainer, ik voel me al wat beter. Nog geen kruisje doorzetten en vandaag gewoon getraind en ga morgen gewoon keepen. Dus Haan in de goal en Bejois op de bank. En de zieke boeg begint ook wat leger te stromen. Hè? Want Saimak zit weer bij de selectie en Babalje speelgerichtig. Dus ja, je kan keuzes maken. Ja, dat is zo. Ik geloof dat er morgenochtend 6 of 7 jongens met de beloftes mee trainen. Omdat ze niet bij de eerste 18 zitten. Nou zijn het wel een heleboel jonge jongens die soms nog half bij de beloftes ook zitten. Maar het zegt wel wat. En het kan nog mooier als we er nog 1 of 2 bij hebben. De laatste personele zaak is dat de trainer heeft bijgetekend. Daar waren jullie er deze week nog best vlot uit, hè? Gerrit Nijkamp was vorige week heel erg vroeg bij de tafel van Kees Jansma. Maar er was nog niet over gesproken met mijn zaakwaarnemer. En dan gaat het om het geld, om het contract. En daar zijn ze woensdag daar uitgekomen. Ik moet zeggen, dat voelde echt hartstikke goed. Want het was ook van begin af aan de bedoeling van club en van mij om met elkaar een jaar door te gaan. En we hebben elkaar weer gevonden en daar ben ik gewoon heel blij mee. Want ik heb hier gewoon geweldig naar mijn zin. Met heel veel geweldige mensen om me heen. En ik denk dat we volgend jaar ook weer een lekker helft hebben staan. Daarvoor hadden jullie al gesproken over de randvoorwaarden. Kun je daar een voorbeeld van geven? Welke randvoorwaarden er in de toekomst verbeterd gaan worden? Nou, een van de meest duidelijke zaken is bijvoorbeeld dat we hebben achter de kleedkamer hebben een kleine ruimte waar we dan wat krachttraining kunnen doen, wat kunnen herstellen, wat kunnen revalideren. Dat gaan we uitbreken en dat wordt echt een heel mooi geoutilleerd fitnesshonk, een krachthonk waar je kunt hersteltrainingen doen met de hele groep en dat soort dingen. De plannen zijn al in een vecht voor het stadium. En dat is dan een van de dingen. Daar gaat het over voorwaarden. Hoe kun je nog
Meer eraan doen om spelers beter te maken, om individueel maatwerk te leveren. En zo hebben we 4 à 5 dingen. En als van die 4 à 5 3 à 4 doorgaan, dan denk ik dat we weer nog meer middelen hebben om spelers beter te maken. En dat is voor een trainer natuurlijk waar het om gaat.